Gert, dit is hazenland. Hè? Daar zijn we voor hier. Hè? We willen hazen zien. Ja. Wat is er zo aantrekkelijk voor die beesten hier? Wel, we zijn hier in West-Vlaanderen. En in West-Vlaanderen is de hoofdtoon van het ganse landschap bepaald door akkerbouw. Akkerbouw, mm-hmm. Ook wel veeteelt. Ja. Daar gaat hij zich... Ja, kan hij voldoende voedsel vinden, gaat hij zich goed voelen eigenlijk. Wat eten die beesten vaak allemaal? We zitten hier nu vlak bij de luzerne, mm-hmm. En bij de klaver die hier in die strook aangelegd is. Ah, ja, dat zijn onder andere... Er staat klaver tussen ook. Staat er klaver tussen. Lusten ze graag? Dat zijn twee zaken die de haas zeker graag mag. Ja. Nu, naast deze voedselbron die men hier heeft aangeplant voor die dieren, gaan zij ook allerhande kruiden, maar ook granen. Eten zij echt de halmen op? Of, nee. Of gaan zij... Zij gaan juist de jonge scheuten van de jonge plantjes eigenlijk gaan zij Dus dat is voor het begin van het seizoen, als het pas gezaaid is? Dat klopt, ja. Is er dan soms niet wat controverse tussen de meneer die net graan gezaaid en de meneer die net graag zou hebben dat er een haas op komt? Wringt dat niet een beetje? Soms wel, ja. Dus, maar het is een afwegen tussen de landbouwer en de jager. Ja, moet overeengekomen worden. Moet overeengekomen. Ja. Maar duidelijk, hier wordt er duidelijk goed overeengekomen, want ik heb de indruk dat dat gewoon naast de akkers gezaaid is. Hier hebben we een strook met gras, een strook met luzerne en ook daar verder staat nog luzerne en klaver. Dat is geen toeval. Dat wordt echt speciaal ingeplant om te zorgen dat die hazen hier goed kunnen leven. Ja, dat is inderdaad zo. Hoe kan ik goed zien wat het verschil is tussen een konijn en een haas? Oké, voor een expert is dat misschien een belachelijke vraag. Maar... ja. Een konijn is één kleiner dan een haas, sowieso. En een haas, als men die in het veld ziet lopen, die gaat eerder sprongetjes maken, terwijl een konijn eerder een looppas eigenlijk heeft. En als we dan de verkijker zouden nemen en we kijken geconcentreerder naar die haas en van korterbij, dan gaan we zien dat een haas op de oren steeds zwarte puntjes heeft, wat het konijn niet heeft. Ja. Kijk Jan, hier zien we nog een aantal sporen van de hazen. We zien hier de keutels van de haas. Ja. Dat is inderdaad het onomstotelijk bewijs. Hè? Ja, dit is echt wel het bewijs. Dit is echt, hier is een haas geweest. Hè? Hier is zeker een haas geweest. Ja. Het is zelfs zo, om het verschil te weten tussen een konijnenkeutel en een hazenkeutel, moet je eigenlijk gewoon gaan kijken naar de plaats waar die gelegd zijn. Goed, een haas legt her en der zijn keutels terwijl hij aan het fourageren is, terwijl hij aan het eten is. Een konijn die gaat ook gaan fourageren, maar zal op één plaats eigenlijk zijn keutels gaan leggen. Gaat eigenlijk echte hoopjes, kleinere keuteltjes. Dus in feite geconcentreerde keutels konijnen, verspreide keutels hazen. Volledig juist. Dus Jan, hier zien we een doorgang door heel het geheel hier. Dat is een plaats... Je wilt zeggen, feite dus niet alleen het gat in een draad, maar ook dat gras wat plat is. Dat klopt, ja. Dus hier is eigenlijk een plaats waar dat wild, en hier zit voornamelijk haas, regelmatig doorpasseert. Ja. Hazen die hier in de weide liggen en daar wonen, zal ik maar zeggen, en hun woongebied hebben, als zij van daar naar hier moeten lopen, gaan ze steeds dit gat eigenlijk gaan gebruiken. Nu, er zijn een aantal gaten in de omgeving. En zij weten waar de gaten zijn. Zij weten perfect waar die gaten zijn. Slimme hazen. Ik heb nooit geweten dat ze niet slim kunnen zijn, natuurlijk. Gert, als een gat in een draad een wissel is, dan durf ik niet meer zeggen dat een hol in de grond zomaar een hol in de grond is. Nee. Dat is iets. Dit is een leger van een haas eigenlijk. Een haas gaat nooit een pijp graven. Gaat dus altijd... Niet gelijk een konijn in de pijp. Nee. Die gaat steeds op het land eigenlijk een kuil graven. Uitrollen. In wezen rolt hij zich hierin. Dat klopt. Ja, de haas gaat eigenlijk langs deze kant erin gaan en gaat met zijn hoofd aan die zijde eigenlijk gaan liggen. En gebruiken ze dat winter en zomer? Dit is winter en zomer dat zij eigenlijk op het land in een leger eigenlijk gaan rusten. Zij en gaan ook jongen? Jongen gebeurt ook daarin, in dat leger, dat klopt. En blijven die jongen er dan lang bij? Is dat echt een nestje of is dat... Zij gaan eigenlijk hier blijven liggen, die jongen. De moeder gaat overdag gaan eten, gaan fourageren en zal... Het moment dat zij klaar is met eten, eigenlijk terug de jongen komen voeden met melk. En zo'n moederhaas, hoeveel nesten hebben die op een seizoen? Zij kunnen... Hoe lang is het seizoen? Het seizoen loopt eigenlijk van december tot oktober
Het volgende, dat is bijna een heel volgende jaar. Dus eigenlijk het ganse jaar zijn twee mannen dat ze eigenlijk tussen aanhalingstekens rust hebben. Maar men kan tot een viertal nesten per jaar eigenlijk krijgen. Dus in feite is dat redelijk productief, zo'n haas? Een haas heeft een hoge reproductie, maar de jongen op zich hebben een lage overlevingskans. En komt omwille er, van het feit dat men afhankelijk is van het klimaat. Dat ze gewoon in open lucht leven. Dat ze in open lucht leven. In ieder geval, ik zal nooit niet meer zomaar door het veld lopen. Ik weet nu dat er in zo'n holletje dat er van alles kan gebeuren. Ja, dat is een heel story aan vast. Dat klopt, ja. We hebben hier een garnituur die op meerdere dingen kan toegepast worden. Maar hier ligt chocolade tussen. Nu, als je als foodie even daarover nadenkt en je ziet haas liggen en je ziet chocolade liggen, dan zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat we een van onze hele grote wildklassiekers gaan maken. Hazenpeper, civet de lièvre. Je kunt van elk wild een stoverij maken. Stoverij van everzwijn, van ree, van hert. Maar bij een haas geeft dat echt een toegevoegde meerwaarde. Het resultaat dat je krijgt met zo'n hazenpeper, dat is onvervangbaar. Dat is een monument in wildkeuken. Wij hebben die haas hier versneden. Er zitten stukken uit de rug tussen. Je kunt die apart houden en alleen billen en schouders gebruiken. Hier zeggen we, gaan we gewoon van het idee uit. Je hebt ergens een hele haas op de kop getikt. Die is zo versneden bij u. Hoe maken we er civet van? We hebben een goede stevige stoofpot op staan. Boter mag een beetje bruisen. En dan zijn we weg. Onze haas ligt met sowieso één vleeszijde in de boter te bruinen. Systeem stoverij. We gaan dat gewoon even aanbakken aan twee zijden. Ondertussen is dat hier, begint dat te bakken. Als je dat nu zou doen zonder die aan te bakken, dan krijg je zo'n kookverhaal. Dat aanbakken verstevigt het vlees, dat geeft dat klein korstje dat daarna lekker is in de stoverij. En ten tweede is het die korst die het gros van de smaak van je saus gaat geven. Als je nu veel meer aanbakt dan dit, gebruik dan een pan en werk met de twee. Bakt aan in een pan, hevelt over naar je pot. Zodanig dat alles goed is aangebakken en dat je uiteindelijk al het gebakken vlees in je pot krijgt. We gaan er precies zoals bij een klassieke Vlaamse carbonade gaan we er een beetje bloem op doen om daarna de binding te geven. En waarom doen we die bloem nu? Omdat heel het stoofprocedé nog moet komen. Terwijl dat die stooft, kookt die een bloemsmaak eruit. Daarom nu en niet op het laatste. Moet dat een beetje inschatten. De bedoeling is dat de stukken zelf min of meer gebloemd zijn. We halen die nog eens goed door elkaar. Doe ik al gezien, geen peper, geen zout. Dit moet nog stoven, afgewerkt worden. Als we nu zout en peper gaan gebruiken, hebben we daar geen controle op. Als we ons saus gaan inkoken, gaat het te zout zijn. Dus dat doen we op het laatste. Nu komt het erop aan van dat, Franse keuken zeggen ze, mouillé, dus bevochtige vocht opdoen. Gebruik een degelijke rode wijn, niet een beste drinkwijn van uw kelder. Dit is een kleine rode bourgogne, dat gaat er perfect bij. Dat mag een fles zijn, hè? Dat is niet overdreven. We doen er nog een beetje bouillon bij, totdat die goed onder staat. En dan mengen we die door elkaar. En dan brengen we die, terwijl we zachtjes roeren, brengen we die aan de kook. Anderhalf uurtje, twee uurtjes. Rustig laten stoven. En misschien loop ik al een beetje op de zaken vooruit, maar doe dat een dag op voorhand. Helemaal. Maak heel die naas op voorhand af. Dat is lekker goede soep. Zet die in je kelder. En de volgende dag warmt je dat lichtjes terug op. Maar dat is feitelijk het laatste. We gaan er deksel op zetten. We gaan vuur naar beneden zetten. Wat dat wel leuk is, wat dat meestal samen gaat in het seizoen, dat is bij de eerste hazen. Dat zijn die heel kleine stoofpeertjes, wilde mannetjes. De naam alleen onder zou het verdoen. Wat moet je daar feitelijk mee doen met zo'n wilde manneke? Dat is heel simpel. Je snijdt door de boven- en de onderkant af. Je zorgt dat je een goede appel, deze wezen een perenboor hebt. Je gaat er het klokhuis mee uithalen. En als dat gedaan is, schilder dat gewoon. Zo, meer moet je er niet aan doen. Nu, dat zijn robuuste peertjes. Die zijn vrij hard, die zijn zo. Dus die hebben wel wat tijd nodig. Wij hebben er wat op voorhand gedaan. Hetzelfde, maar dan gestoofd in een siroopje. Beetje suiker, beetje rode wijn, beetje cassis, jus van cassis. Dat mag van cassis bessen zijn, dat mag een siroop van cassis zijn. Laat dat er in stoven
20 minuutjes, een klein half uurtje, en die schoon gaat. Dat is ook iets dat je perfect op voorhand kunt doen. Hè. De kwestie van timing in de keuken, dat je niet alles op een hoop kunt gaan doen. Of terwijl dat je civet stooft. Maar dat kun je zo klaarzetten, er kan weinig om miskomen. We gaan eens even onze civet toch in de oog houden ondertussen. Maar die is nog niet gaar. Heel klassiek in een civet zijn zilveraadjes, gebakken klein paddenstoeltjes. We gebruiken van die knopjes, van die heel fijn paddenstoeltjes. En wat spekjes. En die kunnen we al gaan bakken. Een beetje boter in de pan. Die wilde mannetjes, die kun je koud erbij geven. Kunt die opwarmen. En dat wil dus ook zeggen, als je ze koud hebt, dat je ze ook een dag op voorhand maakt. En dat ze feitelijk helemaal doorweekt zijn van die rode wijn en cassis maken. En dat is er juist zo speciaal. De kleur is leuk, maar vooral de smaak. Hier beginnen we met onze paddenstoeltjes. We gaan dat allemaal apart houden. Hè. Knopjes. Dan een klein beetje peper en zout op ook. Die zijn alleen even opgespoeld, even gewassen. En dan mag nog een beetje bakken. Kijk, zo'n civet, als die dan stilletjes aan naar gaarpunt gaat, dan begint die saus ook te blinken. En dat is er heel schoon aan. Maar, kijk, we zijn er nog belangen niet. Er moet nog van alles mee gebeuren. Paddenstoeltjes zijn mooi bruin gebakken. Hè? Meer moeten we er niet van hebben. We gaan ondertussen de aardjes. Die aardjes die, als je die gemakkelijk wilt pellen, haal je die gewoon even uit kokend water. En dan kun je dat vliesje er zo afhalen. Je maakt zo'n bakje klaar. En dan... Ik kook die heel even op voorhand, dat die niet meer rauw zijn. En dan mogen die gewoon bij de paddenstoeltjes bij. En dan gaan we onze spekjes er ook bij doen. Ter herinnering, dit is dus de garnituur om in de civet te doen. Voilà, kijk, dat is hier die allemaal. Dat is nu een klein stukje vlees, dat is losgekomen. Je kunt dat gewoon uit elkaar halen. Dat is hem. Die is klaar. Nu gaan we de finishing touch van die civet. Ik heb die over die chocolade gesproken. Die gaan we zeker gebruiken. Op zo'n kwantum. Pak zo een hele naas. Ik zou beginnen met twee... Ik neem nu een enorme latte. Twee van die latte chocolade erbij te doen. Zo'n veenbessenkompot. Zo'n mousse. Gaan we er ook wat van in doen. Dat gaan we dan nog lichtjes door elkaar zetten. Zo'n compot van veenbessen. Je kunt dat zelf maken. Je kunt verse veenbessen kopen in het seizoen. Toevallig ook. Seizoen van de naas. Daarom zijn ze die dingen waarschijnlijk ook allemaal samen gaan gebruiken. Je kunt dat kopen. Klaargemaakt. We gaan een overschot houden voor bij de haas als garnituur te geven. Nu, love it or leave it. Maar een echte civet van haas moet een beetje hazenbloed bij. Want, wat is er juist zo speciaal in dat hazenbloed? Dat heeft een, alle bloed heeft een enorme bindende eigenschap. Dus terwijl dat die civet nu een beetje te weinig gebonden is, gaan we er een beetje bloed bij doen. Dat geeft een prachtige kleur ten andere ook. Dat geeft een binding vanaf het eerste moment dat dat erin is. Dat is nu het verschil tussen stoofvlees en de civet van haas. Dat zijn zo'n dingen die erbij gaan. En nu is het moment dat we gaan proeven omdat alle belangrijke componenten erin zijn. Nog wat peper en wat zout bij. En dan zetten we die nog eens door elkaar. Oh, dat is magnifiek. Zo'n saus blinkt ook echt. Hè? We hebben hier onze uitjes, champignonnetjes en ons pik klaar staan. Dat gaan we er ook al bij doen. We gaan dat er even onder zetten. En dan gaan we die civet rustig aan de kant van het vuur nog een beetje laten trekken. Onze veenbessencompot hebben we klaar. We hebben ons wilde mannetjes in cassis en rode wijn. Dat is er ook heel lekker bij. We hebben hier nog verse vijgen. We hebben dadels. We gaan een beetje boter in een pannetje doen. Je kunt natuurlijk perfect vijgen en zo in een oven prepareren. Maar je kunt dat ook in dikke plakken snijden. Kijk. En dat is ook geen toeval dat dat nu vijgen zijn. Het is nu het goede seizoen van de vijgen. Het is het seizoen van de peren, het is het seizoen van de rellen. Het is het seizoen van de hazenjacht. Mirabellen is in, ook bij de laatste pruimachtige die we nog in de tuin hebben.
Een geconfijt en dadel, dat is nu niet zo seizoengebonden, maar ik vind zo'n heel zoet-zoet bombardementje vind ik er wel lekker bij. Dus daar halen we ook de steen uit. Dan laten we even door de boter komen. Doen we een beetje bruine rietsuiker bij. Dat karamelliseren is een groot woord, maar dat er toch even intrekt. Een heel klein kluitje boter in een pannetje ernaast, want we hebben wat aardappeltjes, klassieke tonnetjes, klassieke pomchatokers gemaakt. Die gaan we een paar ervan even doorwarmen. Die zijn gestoomd, dus die zijn gaar. We gaan daar een beetje lenteuitjes bij snijden. Tegen een pittige versie, wat ze peterselie aardappeltjes noemen. Voor deze is iets pittiger. En zo. En dan hebben we feitelijk de belangrijkste dingen klaar voor onze civet. Die gerechten met veel saus bij, daar moet dan ook saus bij zijn. Zo'n stuk gestoofde haas op een bord en daar dan zo'n streep saus bij, ik vind dat ongelooflijk frustrerend. Als ik dan weet hoeveel goede saus er nog in de pot zit, niet met mij. Dus wat gaan we doen? Kijk, die is hier nog even aan het uitpruttelen. We gaan gewoon een serieuze portie van die civet opscheppen. We gaan zorgen, ja, bijvoorbeeld, de stukken zijn nu zeer goed herkenbaar. Dat is een rugstukje. Een bovenbilletje, je kunt ze schoon terug uithalen. En dat is een schouwertje. Voilà, alle drie. We vissen er nog wat paddenstoeltjes en wat uitjes en wat spekjes bij. Dan is het een kwestie van er een beetje saus bij te doen. Daar hebben we al onze tijd in gestoken. En dat is het hele lekkere aan zo'n civet. Die saus heeft toch een heel andere dimensie dan gewoon saus van stoofvlees. Dat is, in principe is dat bordje zo klaar. Zo. Klein bordje erbij. En daar leggen we onze zoetjes op. Niet echt gegaard. Gewoon lichtjes opgewarmd in de rietsuiker. En een aardappeltje erbij. Zo. Een beetje van de rietsuiker siroop erbij. Kijk, ik denk dat we hier echt onze polderhaas alle eer hebben aangedaan. Die had hem verdiend. Het is een prachtig product. Maar we hebben er ook een zeer, zeer volwaardig, eeuwenoud recept voor gebruikt. We hebben er een schoon bordje zoetjes bij gegeven. Ik kan u verzekeren, hier nog een degelijke bourgogne, een rode bourgogne bij in het glas. En de avond kan niet meer stuk.